We hebben onze tijdlijn al uitgezet. Naar 2025. En de tijdlijn ziet er als volgt uit. Dat we al gestart zijn sinds vorige maand. Met de herbemensing van alle structuren van de VHP. En dat geldt ook voor VHP Nederland. Gaat u ook evalueren. Komt u met vers bloed. Komt u met nieuwe gezichten. Want u heeft lang niet gehoord van Orange Beweging, hè? Vergeten? Orange Movement? Moet terug. Moet zichtbaar zijn. Diversiteit. Multiethniciteit. Jongeren, vrouwen, ondernemers. Voorzitter, een olifant moest wiki. Een olifant moest ribietje in zoja. Die olifant moet wakker, mensen. VHP moet wakker worden hier in Den Haag, Amsterdam, Almere, Rotterdam. Noem op. Want wij zijn al begonnen in Suriname. Met de voorbereiding van onze campagne. Als ik terug ga, Paramaribo heb ik al gehad. Neem ik Wanica. En tot en met eind oktober neem ik alle resorten, alle districten. En we launchen onze campagne op 16 januari 2022. En we maken die partij klaar. Voor verlengen van regeertermijn. En we maken die partij klaar voor die volgende verkiezing. 2025 of eerder. In ieder geval, wanneer het gaat over vervroegde verkiezing. Alles mag ze op de ready. We zijn ready voor een verkiezing. We zijn niet allemaal verkiezen voor de. Maar wij hebben het niet over dat de president hier is, want de president dat nog volgens mij niet. Want hij heeft gezegd, een verkiezing kan komen 2025, maar het kan ook eerder. Omdat hij dat nooit in is, ik weet niet de toekomst. Maar we zijn zo onder lobby, naar de tijd hier is, bij Axavolk 28 zetel. En jullie kunnen nu begrijpen waarom ik dat heb gezegd. Dat betekent, we moeten van nou doen. Dat moet verstaan dat hij is, dat hij woont aan de president. Ja? Dat hij Axavolk 28 plus. Dat betekent, dat we 40 jaar kan doen, we staan in de weg. Je verstaat, dat hij dan, moet hij ons duidelijk zeggen.